zondag gaan we op een opmerkelijke tijd spelen. Kan jij uitleggen waarom dat zo is? Ja, zondagavond 8 uur, hè, waar wij ons al tegen hebben uitgesproken dat we dat een waardeloos tijdstip vinden. Alleen ik denk wel dat het goed is om nog een keer uit te leggen waarom dat nu aanstaande zondag zo gaat gebeuren. Een aantal jaar geleden hebben we in de Eredivisie afspraken gemaakt over de veranderagenda. En een van de onderwerpen was daarin dat wij er alles aan zouden doen met 18 clubs om de Europees spelende clubs te faciliteren. De afspraak die we hebben gemaakt is dat de ploeg die op donderdag Europees speelt, en zover mogelijk uit dus speelt, wat in dit geval bij AZ dus in Roemenië het geval is, die mag als eerste aanvragen om dan op zondag 8 uur te gaan spelen. En dat moeten wij dan ook honoreren. Hè. Omdat we die afspraak hebben gemaakt, gaan wij dat uiteraard ook doen als FC Groningen. Alleen ja, betekent niet dat wij heel erg gelukkig zijn dat we zondagavond 8 uur gaan spelen. Het is dus niet onderdeel van waar wij eigenlijk als club op tegen hebben gestemd. Nee, afgelopen zomer is er een ander besluit genomen. Is dat vanuit de Eredivisie is gevraagd om sowieso als 18 clubs één keer per seizoen thuis te spelen om 8 uur. Nou, daar zijn wij falikant tegen. En dat blijft ook zo. En wij zullen ook actie blijven voeren en dit blijven bespreken tot dit tijdstip van de agenda af is. Je gaat gewoon een aantal doelgroepen uitsluiten. Sowieso ga je kijken naar jeugd die de volgende dag naar school moet. Nou, iedereen is aan het inzetten om jonge supporters te binden. Dan moet je juist niet gaan voetballen in het stadion op deze tijdstippen. Maar je hebt ook gewoon met mensen te maken die de volgende dag vroeg moeten werken. Mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer, die ver moeten reizen. En je creëert een enorme drempel. Wat absoluut niet gaat bijdragen aan de vulling van de stadions in Nederland, dat is onze mening. En als je nu de vooruitzichten ziet, dan is dat bond zo niet goed. De kaartverkoop loopt lang niet zoals bij normaal een wedstrijd Groningen AZ gaat zijn. We maken ons echt ook zorgen om de no-show, mensen die niet kunnen of willen komen. En dat is echt heel vervelend, want we hebben echt de steun van het publiek in de situatie waar we nu zitten hard nodig. We gaan voor het eerst fanplein openen, dus we doen er wel alles aan om zo vol mogelijk stadion te krijgen. Alleen dit is gewoon een waardeloos tijdstip om te voetballen in het stadion als je ook publiek wilt trekken. Gaat het voelen als een moetje? Nee, voetbal is nooit een moetje. Alleen wij hebben een voorkeurstijdstip, dat is zondag 2:30. Omdat we dan ook gewoon iedereen die in het stadion uit kunnen nodigen. We begrijpen ook wel dat er verschillende tijdstippen nodig zijn om uiteindelijk ook het tv-contract aantrekkelijk genoeg te maken. Maar naar onze mening zijn die er al voldoende. En is ook al gewoon gebleken dat voor de coronacrisis wij ook voetballen voor het publiek. In de coronacrisis is het nog eens een keer dubbel en dwars duidelijk geworden. Dus laten we dat nou met z'n allen niet vergeten.